Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 26 juli. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb een van die nieuwe lipsticks op van Barbie. Ik vind hem echt wel heel erg mooi. Maar ik heb niet echt heel erg het gevoel dat hij mat wordt. Ik denk wel dat hij af gaat geven. Maar goed, dat ga ik wel zien. Ik ben gesloten. Ik voel me een beetje zombieachtig. Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd hoeveel stappen ik gisteren nou heb gezet. Ik wil even kijken. Gisteren. Dat valt eigenlijk nog best wel een beetje tegen als ik het zie. Is dit mijn metertje? En er staat dus dat ik 302 kilocalorieën heb verbrand. Ik heb 10 minuten getraind en ik heb 11 uur gestaan. Maar waar zijn dan mijn stappen? Dat snap ik niet helemaal. Dat moet ik even bekijken. Waar ik dat kan vinden. Ik heb net eventjes gebeld met de instelling waar mijn oma zit. Dat ik morgen langskom. Ik zie alleen maar de stappen van deze week en niet van gisteren. Nee, weet ik dan niet waar ik dat moet vinden. Maar in ieder geval, ze hebben op donderdagmiddag bij mijn oma nog wel een spelletjesmiddag. Dus ik moest wel eventjes bellen dat ze dan bezoek krijgt. Niet dat ze daar dan is, maar dat was prima. Maar ik heb wel zeer de voeten. Ik loop niet zo heel makkelijk vandaag. Ik merk gewoon wel dat ik vermoeid ben. Maar... ja, dat komt ook wel weer goed. Ik heb gisteren ook echt maar een heel klein stukje van mijn boek gelezen, want ik was zo moe. Gisteravond heb ik nog heel even mijn natrie gebeld. Dat was ook wel leuk. Ook wel leuk, het was gewoon leuk, moet ik zeggen. Eventjes toch nog eventjes over gisteren en zo gehad. Dat was wel heel gezellig. Ik weet er alles van gekeken in de BNB Vol Liefde. Toen ben ik met de vlog aan de gang gegaan, maar dat duurde echt zo lang omdat ik zo achterliep. Omdat ik afgelopen weekend er niet veel aan had gedaan, dat ik echt heel lang mee bezig ben geweest. Waardoor ik ook nog maar één foto heb bewerkt, dus dat moet ik vanavond ook nog allemaal doen. Was ook niet echt vooruit te branden of zo, merkte ik. Toen ben ik met Sweet Magnolias gaan kijken en van Spike. Nou ja, en toen in bed heel even gelezen, maar ik was ook vrij snel vertrokken en dat heb ik normaal niet zo snel. Maar ik kwam dus tot de ontdekking dat... de clips van mijn Pandora-armband verkleuren. En dat vind ik best wel raar, want het zijn goede spullen. Het zijn ook best wel duurdere spullen, maar het verkleurt dus wel een beetje. Dat vind ik een beetje raar. Maar ze zei ook al dat die clips bij haar ook wel verkleurden. Dus ik weet niet hoe het kan. Ik slaap er niet mee, ik douche er ook niet mee. Nou ja, waarschijnlijk gewoon door het dragen. Ik ga zo even de woonkamer doen. Ik ga even het pakketje inpakken die terug moet van Lente, de Speen. Ik moet even nog iets uitprinten en invullen. Dat moet op de brievenbus wil ik eigenlijk zeggen. Moet ik even het etiket uitprinten voor dat pakketje van Lente. Dus dat soort dingen. Ik moet even een wasje aanzetten. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Maar ik denk dat ik vandaag niet heel erg vooruit te branden ben, omdat ik gewoon echt... ja, het voelt met lopen, maar goed, ik ga je in ieder geval gewoon meenemen. Dus laten we maar even aan de gang gaan. Thank you.
ik ben weer klaar. De woonkamer is helemaal gedaan. En de keuken is weer wat opgeruimd. Dat is ook wel fijn. Oud papier verzameld. Pakketje is klaar. De brief is klaar die op de post moet. Dus ja, allemaal wel prima. Ik moet zo nog even het water wegdoen van het schoonmaken. En dan ja, is het echt allemaal klaar. Maar ik ben wel blij dat ik weer alles weer even heb gedaan. Ik merk wel dat ik nu echt wel moe ben. Dus ik ga zometeen wel even lekker in de relaxstand. Want dat vind ik zelf ook wel lekker. Mijn was is ook klaar. Die kan ik nog even ophangen straks. Dus dat is ook wel fijn. Maar verder ga ik ook niet heel veel meer aanpakken. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond, ik weet er alles van. Kijk in de BNB Vol Liefde. Misschien nog even het kookspelletje doen. Dat ik dat nog even ga doen. Maar ik moet dus al die foto's nog doen. Als het goed is proberen Nathalie nog een beeld door te sturen die nog in de vlog moet. Dan moet ik daar nog een thumbnail van maken. Die nog opslaan en inplannen. Dan ga ik mijn Sweet Magnolias kijken en daarna van Spike. Dan ga ik naar bed weer even een poging om een boek te lezen. In de hoop dat ik nu het wat langer volhoud. Of ik moet weer heel erg moe zijn. Maar dat is in ieder geval de planning. Dus, maar ik ben blij dat dit in ieder geval weer klaar is. Het is nu toch nog wel weer zonnig geworden. Het is ook niet echt regenachtig geweest zoals wat ze hadden voorspeld. Dus nou ja, we gaan het wel zien. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Want ik ga gewoon even echt lekker in de relaxmodus, want ik ben gewoon echt heel erg moe. Dus ja, ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 27 juli, ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen naar mijn oma toe. Die was begin van de maand jarig en iedereen ging een beetje verspreid, zo ook ik. Dus ik ga vanmiddag eventjes naar haar toe. Even kijken hoe het daar is. Ik zou het leuk vinden om even een kopje koffie met haar te gaan drinken. Nou, drinkt mijn oma geen koffie, maar een chocomelletje. Maar het ligt er helemaal aan hoe zij is en hoe moe ze is. Dus dat ga ik zien. Nou, ik heb gisteravond gewoon, ik weet er alles van, gekeken en de BNB Vol Liefde. Daarna heb ik nog even mijn spelletje gedaan met het koken. Dat was wel leuk. Nou, toen ben ik even mijn foto's af gaan maken. Zodat ik mijn blogpost kon schrijven. Nou, toen was er nog even gedoe, want ik zou beelden sturen naar Nathalie van Dolfinarium. Zij zou nog een beeld naar mij toesturen. Dat ging allemaal niet lekker. Ze is heel lang mee bezig geweest via WeTransfer. Kon ze het niet downloaden, ze kon maar twee beelden meepakken. Zij had wel eerst naar mij gemaild, kwam niet aan. Toen heeft ze het via WeTransfer gedaan, toen had ik hem wel. Maar ja, dat was allemaal eventjes gedoe, dus dat werkt allemaal niet heel fijn. Maar goed, het is allemaal gelukt. Nou, toen ben ik Sweet Magnolias gaan kijken en van Spike. Toen heb ik nog heel even mijn boek gelezen, maar dat hield ik ook weer niet zo lang vol. Want ik merk gewoon nog steeds dat ik best wel moe ben. Was ook even een nadeel, want ik hoorde wat bij mijn oor zoomen. Dus nou ja, ik denk, oh jakkes, ik heb een beestje. Ja, dan kan ik dan gewoon niet van slapen als wat bij mijn oor zoomt. Dus toen heb ik de zaklamp van mijn telefoon aangezet. Toen zag ik inderdaad wel wat vliegen, maar ik kon hem niet te pakken krijgen. Toen heb ik de zaklap van mijn telefoon aangelaten. Toen ben ik wel in slaap gevallen. Dus kwam dat beest niet bij mij. Dus ik hoop eigenlijk nog wel dat ik hem vandaag te pakken krijg. Want dat slaapt niet heel lekker. En ik werd toen geloof ik vrij vroeg een keer wakker. Toen heb ik de zaklamp wel uitgezet en ben ik verder gaan slapen. Maar het was allemaal niet heel fijn. Maar goed. Ik moet eventjes nog wat tape plakken op dat etiket, want dat blijft niet plakken. Dus dat werkt allemaal niet zo lekker. Dan ga ik even stofzuigen, de bakken doen en dan ga ik straks de deur uit. Dus ik ga je vandaag nog wel meenemen. Maar goed, dat is dus mijn planning voor vandaag. Dus ik ga nu eerst nog even wat doen en dan ga ik de deur uit. Zo, gezellig met oma aan de koffie. Cola, ik heb Twix. Nou, ik heb van alles. Het is wel gezellig, hè, oma, dat ik er weer ben. Toch? Apart. Apart? Apart leuk. Oh, apart leuk. Nou, hier gaan we lekker van genieten. Goudvisjes en zo. Ja. Hey, zit jij hier lekker te slapen? Dat is een tijgertje. Die is wel heel moe. Thank you.
Zo, ik ben weer terug. Ik heb een zijknatte broek aan. Ik ben echt nat geregeld. Ik heb net eerst mijn bril schoongemaakt. Dus helemaal onder de spetters. Het was super leuk bij oma. Die zat al lekker aan een koekje toen ik kwam. Dus nou, dat was heel gezellig. Toen ben ik even haar jas op gaan halen. Zijn we even lekker koffie bezig drinken. Althans ik. Oma die had lekker een chocomelletje. Dus dat was wel heel leuk. En het was ook wel schattig. Want daar mogen dus ook dieren naar binnen. Er lag een poesje daar op die bank. Dus dat is altijd wel heel leuk. De body lotion vond ze ook wel lekker. Dus ja, het was echt super gezellig. Fijn om er weer geweest te zijn. En ja, ze had ook echt wel zin om even mee te gaan. Dus dat ja, weet je soms ook niet van tevoren. Maar dat was echt super leuk. Daarna zijn we eventjes naar de Boni geweest. Het was in een andere plaats. Niet zo heel ver bij mij vandaan. Maar ja, daar kwamen we eigenlijk langs. Dus daar ben ik even geweest. Dat was ook wel een hele mooie Boni. Was ideaal. Daar hadden ze een PostNL-punt. Dus daar kon ik al eventjes de brief posten. En ook even het pakketje wegbrengen. Dus dat was heel fijn. En ja, ook wel grappig om te zien dat je daar ook al zelfscans had. Ja, ik vond de Boni daar wel mooier. Maar ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb voor straks lekker hamburgers. Ik had niet zo'n zin om echt weer te gaan koken. Ik vind het op donderdag toch wel hectisch. Omdat ik nooit zo goed weet hoe laat ik thuis ben. Weer wedges. Rondjes. Ik moet wel zeggen, ik moest nu wel even de mooie er een beetje uitvissen. Want ik vond ze niet allemaal even mooi. Slaafvinken. Frikandellen. Kuppensoep was in de aanbieding. Twee flesjes Rivella, dat was in de aanbieding. Vind ik vaak wel lekker. Chocomel. De opschuimmelk. Ik was even bij de trekpleister geweest. En daar kwam ik dus de karamel popcorn tegen. Die had ik bij Nathalie geproefd op de verjaardag van Lent. Die vond ik wel lekker. En nu hadden ze bij de trekpleister voor €2,19. Verder werd het hier nog niet verkocht. Ik denk dat dat weer zo'n artikel is wat als eerste bij de Albert Heijn ligt. Die heb ik niet. Daar heb ik even weer de huid, haar en nagelpillen gehaald. En oh, ik ben een doppie kwijt, zo te zien. Ja, die ligt hier. Nog deze twee potloodjes, want die lagen in de winkel dus wel. Die zijn van die IM collectie van Catrice. En deze kleur had ik nog niet. Dus die, daar komt nog een video van online. Medicijnen opgehaald. Even de andere tas pakken. Toetjes. Spekjes. Alles is nat. De fleuriel was 1+1 gratis. Dus ik heb de kleurwas maar weer meegenomen. Daar had ik niks meer voor staan. Daar heb ik er maar 2 van gedaan. Ik heb eventjes kattengrit gekocht. Ik weet niet of ik het uiteindelijk nodig heb. Maar ik wist niet of ik het nog ging redden tot volgende week. En dan kan ik volgende week even naar de welkoop in gaan halen. Kattenvoer. Patatjes. Vers houtfolie. Glorix voor de wc. Dit nachthemd van Snoopy. En die was nu nog €1,35. Bij de trekpleister ging 12% korting vanaf. Dus ik dacht, nou, dat is nog wel leuk. Ik ga even opruimen. Dan ga ik heel eventjes nog relaxen. Dan ga ik lekker warm douchen, want ik ben best wel een beetje koud. Dan ga ik straks lekker eten. En ik ga weer, ik weet er alles van, kijken. Ik ga even mijn nagels bijwerken, want ik moet morgen nog een video opnemen. En dat kan in deze staat dus echt niet. Ik ga de BNB Vol Liefde kijken. Ik denk nog eventjes gamen. En dan ga ik mijn foto's bewerken. Kijken naar Sweet Magnolia's en Van Spijk. En dan ga ik weer even mijn boek lezen. En ik hoop toch even dat ik dus dat beestje kan vangen. Dat vliegje wat daar rondvloog. Dat is nog even de vraag. Ik ga de camera op de oplader leggen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag. Ik moet heel even checken welke datum het is. Het is vrijdag 28 juli. Ik ben klaargemaakt. Zo, ik was zo moe jongens. Ik merk gewoon, mijn lichaam die heeft echt een aantal dagen nodig om bij te komen.
na een drukkere week, hè, leuke verjaardag gehad van Lente. Superleuke dag bij het Dolfinarium. Gisteren heel erg gezellig bij mijn oma geweest. En mijn lichaam is dan best wel een beetje moe. Dus ik merk gewoon dat ik dan ja, best wel wat meer slaap nodig heb. En gewoon ja, in mijn hoofd ook wat vermoeider ben. Dus ik heb eigenlijk best wel goed geslapen. Daardoor heb ik ook weer niet super lang kunnen lezen. Omdat ja, ik gewoon heel erg moe was. Dat vind ik wel jammer. Want ik kom er dan niet zo makkelijk doorheen. Dus ik hoop dat het vanavond beter gaat. Ik heb nu echt wel heel goed geslapen. Dat was fijn. Ik vond het wel heel warm toen ik wakker werd. Ik heb nu eventjes de raam openstaan en de deur. Er komen wel buien aan. Maar ik dacht... nou ja, goed hè. Ik kan nog wel eventjes een beetje lucht in. Hoop dat het nog een beetje afkoelt. Ik geloof dat het nog zo'n 22,5 graden hier binnen is. Ik zal heel eventjes kijken. Ja, 22,5. Dus ik hoop natuurlijk dat het nog wat naar beneden gaat. Maar ja, goed, het is zomer. Ik weet ook niet wat voor temperaturen er nog aankomen. Voorlopig ziet het er niet echt naar uit dat het heel warm wordt, geloof ik. Ik ga heel even checken. Hij heeft een beetje moeite met laden. Nee, de komende dagen is het gewoon echt zo'n... Hè, vandaag nog 23 graden, maar het blijft een beetje zo'n 21, 19, 20 graden. En dat is prima. Ik vind het zelf temperaturen ja, waar ik wel blij van word. Omdat ik gewoon niet zo goed tegen de hitte kan. Maar ja, sommige mensen zullen het niet zo fijn vinden. Ik heb gisteravond weer, ik weet er alles van, gekeken. En daarna de B&B Vol Liefde. En ik ben wel weer tot de conclusie gekomen bij de BNB Vol Liefde dat ik denk bij bepaalde mensen, waarom heb je eigenlijk opgegeven? Dat ik toch weer het gevoel heb dat ze eigenlijk niet klaar zijn voor de liefde. We hebben bijvoorbeeld Bram. Bram woont in Zweden, heel zelfvoorzienend. Nou, ik zou er niet aan moeten denken, want hoe hij zijn was doet, doet hij echt op een hele ouderwetse manier. Dan ben ik toch wel heel blij dat ik een wasmachine heb. Maar goed, die jongen die wordt daar heel blij van. Prima, koken doet hij ook op een vrij ouderwetse manier. Nou ja, die heeft zich opgegeven. Daar zijn dus twee dames. En dan geeft hij op een gegeven moment aan... Ja, ik heb eigenlijk toch wel even een momentje voor mezelf nodig. Dus met andere woorden of die dames even wat anders konden gaan doen. Dus die zijn gaan rijden. Wat is er, tijger? Kom maar. Ja, die zijn dan gaan rijden. En dan was die ene dame ook helemaal niet blij mee. Want ze zegt, ja, ik kom hier voor hem om hem te leren kennen. En ja, zij had het gevoel dat ze die andere dame beter kende inmiddels dan Bram zelf. Nou ja, goed, uiteindelijk stuurde hij ook een van die dames naar huis. Dat vond ze ook echt niet leuk, want ze had niet, dus niet het gevoel dat ze hem had leren kennen. En ja, ik heb ook niet echt het gevoel dat, ik weet niet of hij echt ervoor open staat om de liefde te vinden. Want hij is toch wel heel erg op zichzelf en zo. En ik weet niet of hij zich had moeten opgeven. Misschien in zijn hart dat hij het wel heel leuk zou vinden om met iemand dat allemaal te delen en te kunnen doen daar. Maar ja, als jij momenten voor jezelf nodig hebt. Kijk, en je kunt natuurlijk in een relatie ook best wel zeggen van joh, ik zou even wat voor mezelf willen doen. Maar ja, goed, als jij met iemand samenwoont, ja, dan is dat niet echt de optie. Oké, en zover zijn ze nog helemaal niet. Ja, goed. Ik bedoel, een relatie op afstand, Zweden-Nederland. Ik weet ook niet of dat stand houdt. Maar goed, voor mijn gevoel is het niet, had hij zich beter niet kunnen opgeven. Omdat ik het idee heb dat hij er niet helemaal klaar voor is. Maar goed, is niet anders. Ik heb daarna nog eventjes mijn restaurantspelletje gedaan. Ging niet zo lekker. Mijn klanten waren niet zo tevreden. Het eten was niet zo lekker volgens mijn klanten. Dus nou, vast wat kruiden vergeten of zo. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ja, ik ben bijna klaar. Toen ben ik Sweet Magnolia's gaan kijken. Ik denk dat ik daar ook al wel weer bijna doorheen ben, eerlijk gezegd. En daarna nog even van Spike. Nou ja, toen ben ik dus naar bed gegaan. Vandaag op de planning. Ik heb nog een paar pakketjes, die ga ik jullie even laten zien. Ik ga even stofzuigen, de kattenbakken doen. Dan ga ik eventjes de video opnemen voor morgen, want die heb ik nog niet op kunnen nemen. Dus dat moet natuurlijk wel gebeuren, want dan moet morgen gewoon weer de video online. Dus dat ga ik doen. En daarna nog even wat kleine klusjes. Ik ga jullie gewoon meenemen en dan zien we wel wat we allemaal gaan doen. Ja, ik ga eerst even de pakketjes laten zien. Dan ga ik de boel hier doen en dan ga ik filmen. Drie pakketjes. Ik heb er twee van de Zeeman en één van de Bougie Shop. Ik ga het jullie even laten zien. Ik begin even met één van de Zeeman pakketjes. Ik had nog wat leuke dingetjes besteld. Ik heb een vrij klein Zeeman filiaal en niet zo heel uitgebreid. En heel vaak zijn de maten die ik heb er al wel uit of ze hebben het niet. Ik heb die allereerste, die zag ik dus, vond ik ook wel heel leuk. In combinatie met die broekjes zeg maar die ik heb gekocht. Die heb ik in de shoplook laten zien. Kijk, een overslag
shirtje. Gewoon leuk met een hemdje eronder. Dan heeft hij zo'n overslag. Je kunt hem ook strikken, of niet? Nee, dat strikje is voor de sier. Maar hij heeft gewoon een overslag. Dat vond ik leuk. En dat zag ik dan ook wel in combinatie met een van die broekjes. En die heb ik dan ook in het wit. Want ik vind het altijd leuk om dingen twee kleuren te geven. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Ik heb ze dus in de webshop besteld. Maar misschien dat ze in de Zeeman ook hebben. Ik heb gewoon een maatje S gedaan. Omdat ik weet dat dat gewoon goed zit. Ik zal gelijk even die andere doen. Ik maak die dingen altijd verkeerd open. Omdat je gewoon weet dat je ze weer... Ja, sla je terug moet sturen. Kun je ze hersluiten. Dan heb ik nog een joggingsbroekje. Het is gewoon zo'n basic broekje. Met warm weer vind ik dit soort broekjes gewoon heerlijk zitten. En deze vind ik ook nog wel netjes om eventueel in naar buiten te gaan. Maar zit ook 's avonds gewoon lekker na het douchen, weet je wel. Dus gewoon een witte. En die heb ik dan ook weer in het zwart. Want ik ben dus altijd van de twee kleuren. Dus deze twee. Dan kan ik ook even lekker wassen natuurlijk. En nog een jurkje. Die vond ik heel leuk. En dat is deze. Heeft ook een, kijk, leuke mouwtjes. Loopt een beetje van onder zo uit. Ik vond het een heel leuk printje. Ik vind het leuk wat meerdere kleurtjes in de kast te hebben. Dit is verder gewoon nep. Dus inderdaad gewoon weer met een net shirtje eronder. Ik heb een S'je genomen. Dus dat is die. Misschien dat ik nog wel eventjes aanbeelden laat zien. Dat ik het eventjes laat zien hoe het staat. En dan had ik dus nog een pakketje van de Boosie Shop. Maar die paste gewoon in de brievenbus. Dat snap ik, want het is maar één dingetje. Ja, hoe krijg je dit open? Nou, niet bijna. En dat is een lipgloss van Essence. En dat is de... Oh, die moet ik even uitpakken. Ik had hier een persbericht over geschreven. Dit is de... Nou, die zit goed vast. Zo, de knetters. Nou, op zich ook wel goed natuurlijk, want dan wordt het wel goed verstuurd. Sorry, tijger. Het is een vervelend klusje, dit. Maar we hebben hem. Nee, we hebben het niet. Lang leven het bubbeltjespapier. Ik ga het gelijk even hierin doen, want dan kan het in één ding weg straks. Deze kan gewoon... Nou zeg. Dit is de Pride Applied Lip Gloss. Duurt lang. Voordat ik hem er een keer uit heb. Wacht, ik ga hem even openknippen. Dit duurt wel heel lang zo. De Pride Applied Lip Gloss dus. Die heeft dus meerdere kleurtjes. Die hebben ze uitgebracht. En daar had ik dus ook al de nagellak set van. En ik zag deze. Die vond ik wel heel leuk. Dit is de 01 Be Your Own Rainbow. Dus die heb ik gekocht. Hij zou als goed is ook in de winkel komen. Maar ik kreeg niet helder wanneer dat zou zijn. Dus ik dacht, toen zag ik hem. Het is een color changing lip gloss. Dus toen dacht ik, nou dan bestel ik hem al vast. Dus dat is die. Ik ga even opruimen en dan ga ik eventjes een video opnemen. Oké, dit is het eerste setje dus. Ik heb gewoon dat broekje aan. Wat ik fijn vind dat er nog zakken in zitten. En dit is dan het shirtje. Leuk met die V'tjes erin. En ik heb er dus gewoon een net hemdje onder. En dat gaat prima. Leuk ook die mouwtjes zo. Is ook wel lekker luchtig. Dus dat is de eerste combinatie. Dan zal ik hem ook even laten zien in het zwart met wit. Broekje schijnt ook niet door. Dat is wel fijn. Ja, het shirtje is wel leuk als je er een gekleurd shirtje van... die hier onder een zwart topje draagt. Vind ik dan net wat leuker. Maar het zit wel heel netjes. Kijk, als je hem zo doet valt het op zich nog wel netjes. Dus... Zou je ervoor kiezen om niks te doen, maar als je dan bukt heb je kans dat het een beetje inkijkt. Maar ja, leuke setjes zo. En als laatste dan het jurkje. Voor de S'je zit hij nog best wel ruim. Ook gewoon weer netjes met dat hemdje eronder zo. Dit is dan gewoon, zit eraan vast. Ik heb nu dat broekje eronder, maar er zit wel een binnenstofje in. Dus je ziet ook niks aan de achterkant. Dus loopt ook wel heel leuk uit. Dus heel blij mee.
dus hier achter de houder neergezet voor de Switch Games. Het is nog steeds niet perfect. Ik ben nog steeds niet heel erg blij met deze hoek. Maar ik weet nog niet zo goed hoe ik dat anders kan doen. Maar ik heb hem dus hier achter gezet en nu staat hier dus het eerste game doosje in. Zo, ik ben klaar. Deze dag was toch iets minder relaxed dan ik gepland had. Ik denk dat de video verder wel goed is gegaan. Daar ga ik wel van uit. Maar het viel allemaal niet mee. Ik had er niet mouwen. En ja, ik vond het gewoon even allemaal niet super, super fijn. Even, het was gewoon even iets anders dan als ik het me had voorgesteld. Maar ja, goed. Soms heb je van die dagen. Daar doe je ook niks aan. En nu in ieder geval klaar. Ik heb wat klusjes kunnen doen. Dus katten hebben nu net lekker gegeten. Tijgertje wilde weer niet eten. Dus ik weet niet wat dat is. Die gaat nu weer naar Tijger. Mickey toe. Nee! Het lijkt wel of het verveel of irriteer mij dag is. Maar ja goed, soms heb je van die dagen. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Vanavond kijk ik weet er alles van. En daarna ga ik kijken naar Anoniem. Dan kijk ik de BNB Vol Liefde morgen wel terug. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat afloopt. Dat was natuurlijk super spannend. Ik denk dat ik nog even ga gamen. En dan ga ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik verder met Sweet Magnolia's en CMC kijken. En dan ga ik naar bed. En dan hoop ik dat ik wat langer mijn boek kan lezen. Want ja, ik wil eigenlijk ook wel gewoon graag uitlezen. Maar het lukt gewoon niet zo goed. Dus ik hoop dat ik wat bijgetrokken ben in ieder geval. Ik ga nu in ieder geval verder niet zo heel veel meer doen. Want ik heb het wel eventjes gehad. Ik heb in ieder geval wel al de nieuwe spulletjes in gebruik genomen van AliExpress. Ook mijn hoesje nu om mijn camera. Dat vind ik wel heel fijn, want die shoplog had ik natuurlijk opgenomen. Nou ja, goed. Er zit een schone screenprotector op mijn... Ja, nu gaat hij steeds zwart. Op mijn horloge, wat fijn is. Op mijn telefoon, die ben ik niet helemaal tevreden over. Maar ja, ik ben ook geen professional. Maar goed, het zit er in ieder geval allemaal weer op. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 29 juli. Ik ben klaargemaakt. Het is op zich nog best wel... Ja, het is niet super warm. Maar op zich is het een beetje benauwd buiten, vind ik. Dus dat maakt het allemaal een beetje dat je denkt van, oké. Ik heb gisteravond naar Ik weet er alles van gekeken. Dat was leuk, 200ste aflevering. Dus ze hadden ook een taart erbij. Dat was allemaal wel gezellig. Daarna ging ik Anoniem kijken. Dat was ook wel super leuk, want dat was de laatste aflevering. Ik moet wel zeggen, ik heb wel nog vragen nu ik de serie helemaal uitgekeken heb. Maar dat is iets wat denk ik bij mij een beetje zal blijven. Ik heb nooit dat ik denk bij een serie, oh kijk, ik heb het nu gezien. Ik weet nu helemaal hoe alles in elkaar zit. Dat heb ik dan nooit. Nou, toen baalde ik een beetje, want toen zag ik dus dat Bla Bla met Schaap kwam. Dat had ik donderdagavond zitten kijken, vond ik op zich wel grappig. Maar ik dacht dat dus gisteren de herhaling van donderdag was. Ik dacht dat het alleen op donderdag zou komen. Nou, dat was dus niet zo, want het kwam dus gisteravond weer en die heb ik dus gemist. Dus die moet ik nog even terugkijken. Maar ja, dat wil ik zeggen, ik dacht gewoon dat het alleen op donderdag kwam. Want op Videoland zag ik al staan elke donderdag. Dus ik denk, nou, het komt alleen op donderdag. Nou, niet dus. Ik heb nog even gegamed. Ik heb mijn video in elkaar gezet, mijn blogpost geschreven. Heeft al met al best wel weer lang geduurd. Maar toch altijd dat ik daar best wel lang mee bezig ben. Toen ben ik Sweet Magnolia's gaan kijken. Daar heb ik nog 2 afleveringen van. Dus daar ben ik ook alweer bijna doorheen. Daarna nog eventjes CMC. En toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Ik kwam nu wel lekker wat verder, dus dat was wel fijn. Dus daar was ik blij mee. Dus dat eigenlijk. Nou, ik ga zo meteen... Ja, ik heb zoveel te doen en ik weet gewoon niet waar ik beginnen moet. Boven moet gewoon echt weer een hoop gebeuren, want er ligt weer allemaal kleding wat één drama is. Ik moet nog wassen opvouwen. Ik heb nog nieuwe jurkjes liggen, die moeten eigenlijk even gestoomd worden, want die moeten netjes de kast in. Het is allemaal een beetje een drama, maar goed, gewoon even rustig aan. Ik ga gewoon even kijken hoe ver ik kom en morgen kan ik ook nog wel weer een hoop doen. Ik moet sowieso de kwasten wassen van mijn make-up, want die zijn ook weer toe aan een wasbeurt. Maar eerst zomaar eens even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Dan ga ik gewoon even wat dingen aanpakken, muziek aan en dat werkt altijd wel lekker. Dus ik ga jullie weer meenemen vandaag. Dus ik wil jullie trouwens nog even iets laten zien waar ik onwijs van baal. Ik ga heel even mijn...
instappertjes aantrekken, want dat loopt lekkerder. Ik heb dus een leren jasje. En dat is echt één van mijn favorieten. Mijn leren jasje, daar loop ik echt. Dus met deze temperatuur, die draag ik het liefste. En nu zag ik dus. We lopen even hierheen, want daar zit ook verscholen achter mijn winterjas. Zo, ik moet wel even hier blijven liggen, want anders valt hij in de kattenvoer. Die draag ik dus nu het liefste met dit weer. Kijk, en nu viel hij op. Ja, het is echt een heel groot jasje. Ik heb hem ook al 8 of 9 jaar. Het jasje zit ook eigenlijk veel te groot. Kijk, toen zag ik dus dinsdag dat de binnenkant wat begon te scheuren. Ik dacht, oké, dan is het wel een keer tijd voor een nieuwe. En toen zag ik donderdag dat de buitenkant ook helemaal gescheurd is. Dus ik ben dus nu op zoek naar een nieuw leren jasje. Ik heb al wel wat gezien, maar die is nog best wel aan de prijs. En die vind ik wel heel mooi. Dus daar moet ik even over nadenken. Maar ik baalde wel van dat hij dus helemaal kapot gaat. Maar goed, het is dus tijd voor een nieuwe. Ik was net eventjes een beetje aan het tekenen en schrijven. En ik heb dus mijn vulpotlood gebruikt van de HEMA. Ik moet echt zeggen, die bevalt echt heel goed. Het is echt een aanrader, deze vulpotlood. Die krijgt er dus 4. Maar ze zijn echt heel fijn in gebruik. Zo, ik ben lekker klaar. De camerabatterij die is leeg, dus die moet zometeen op de oplader. Nou ja, leeg. Ik film er nog wel mee, maar hij heeft niet heel lang meer. Op zich allemaal wel lekker... lekker wat dingen gedaan. De kwasten zijn in ieder geval weer schoon. Die zijn nu aan het drogen op de slaapkamer. En op zich wel even lekker wat klusjes gedaan. Moet ook zeggen dat potlood, dat vulpotlood, kun je ook heel makkelijk weggummen. En ik was daar een beetje bang voor, omdat hij best wel dikke lijnen had. Maar dat ging eigenlijk wel heel goed. Dus dat was wel heel fijn. Daar even lekker mee bezig geweest. Katjes hebben nu lekker gegeten. Dus op zich wel even lekker wat dingetjes gedaan. Toch nog wel eventjes... wat verder gekomen. Maar ja, ik toch altijd dingen, dan wil ik meer. Maar goed, soms moet je ook gewoon eventjes doen wat je kan. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ga mijn nagellak er eventjes afhalen. Toen was de accu van de camera leeg. Maar ik ga mijn nagellak dus verwijderen. Vanavond ga ik de BNB Vol Liefde terugkijken van gisteravond. Want die moet ik natuurlijk dan nog zien. Ik denk dat ik even de quiz met ballen ga kijken. Dan doe ik morgen wel even dat bladibla met schaap of zo. Ik moet even kijken hoe en wat. Verder ga ik mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Dan ga ik weer verder met Sweet Magnolia's en Parels en Zwijnen. En dan ga ik nog even lekker mijn boek lezen in bed. Ik denk dat ik nu al heel ver kom. Dus misschien krijg ik hem uit en anders morgen. Dus dat is op zich de planning voor vanavond. Dus niet heel spectaculair. Maar goed, dikke prima. De katjes zijn nog even aan het nasmikkelen. Dus op zich weer een prima dagje zo. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga de camera op de oplader doen. En dan ga ik eventjes in relax-modus. Ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 30 juli. Het waait echt heel erg hard buiten. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Maar ik hoor de wind echt als een razende tekeer gaan langs het huis. Het is 20 graden en bewolkt. Ja, dat klopt ook wel. Vanaf vanavond 9 uur staat er dat er regen komt. Dus ik ben heel benieuwd. Maar het waait in ieder geval flink. Ik heb gisteravond naar de BNB Vol Liefde gekeken. Dat was wel weer leuk. Ik zit er nu wat beter in. Dus dan merk je ook dat het gewoon leuker is om naar te kijken. En ja, kijk, ik blijf wel een beetje bij mijn mening. Dat ik denk dat bepaalde mensen niet hadden moeten meedoen. Maar goed, het is op zich wel leuk om naar te kijken. Maar ja... Ik vind ook wel dat sommige mensen niet echt een kans krijgen of zo, die daar komen. Ik heb een beetje last van mijn stem. Ik begin een beetje verkouden te worden volgens mij. Maar goed, dat zal wel weer wegtrekken.
Daarna heb ik even bla 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 met Schaap teruggekeken via Videoland. Want dat was dus inderdaad vrijdag een nieuwe aflevering wat ik vertelde. Komt dus op donderdag en op vrijdag. Ja, op zich wel grappig. Ik heb nog heel even gegamed met Natalie en Frank. En er zat nog een ander jongetje bij. En daarna ben ik mijn vlog in elkaar gaan zetten. En heb ik al wat gedaan aan het nieuwe persbericht van Catrice voor de nieuwe wintercollectie alweer. Herfstwintercollectie. Toen ben ik Sweet Magnolia's gaan kijken. Daar heb ik dan vanavond de laatste aflevering van. En daarna ben ik Parels en Zwijnen gaan kijken. Toen ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek uitgelezen. Dus dat is ook wel weer lekker. Vandaag niet zo heel veel op de planning. Ik ga even de groente afhalen. Ik ga gewoon wel even wat dingetjes doen die ik eigenlijk echt even wil doen. De was moet er nog af. Ik wil eigenlijk boven even de kledingkast een beetje organiseren. Maar ik moet even kijken hoe ver ik kom. En straks wel eventjes foto's maken. Dus ik zal straks wel even de fotospullen laten zien die ik dan weer... Of de spullen die ik ga fotograferen, moet ik zeggen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus gewoon lekker een rustig zondagje. En dat vind ik ook wel fijn. Ik merk dat ik een beetje moe opstond. En ja, toch een beetje die verkoudheid. Net als ik een beetje vermoeid ben in mijn benen. Terwijl het eigenlijk de afgelopen week er wel een beetje was uitgetrokken. Maar ja, ik heb het idee dat het weer een beetje terug is. Maar goed, dat komt wel goed. Ik ga nu in ieder geval eventjes wat dingetjes doen. Dus wel lekker weer. De fotospulletjes. Ik heb hier allereerst de Barbie Party bij Butterclos van NYX. Omdat nu de film natuurlijk nog draait en de collectie te koop is, dacht ik, die doe ik gewoon gelijk erbij. Een Hydro Hero Primer van Essence. En ik heb hier het Sense Beauty oogschaduwpaletje die ik laatst bij de Zeeman heb gekocht. Dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken. Dan is dat mooi weer klaar. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Zo. Wat hebben we net lekker gegeten. Ik ben klaar. Ik heb de foto's klaar. Die heb ik geïmporteerd. Ik ben er gewoon een beetje gaar. Ik heb gewoon het idee. Misschien heb ik wel iets onder de leden. Misschien dat er iets, een griepje of zo aankomt. Zo'n gevoel heb ik. Omdat ik dus een beetje zwaar in mijn benen ben. Maar ja, of dat zo is, weet ik natuurlijk niet. Dus dat moet ik afwachten. Ik heb wel wat dingen gedaan hoor, maar het is niet superveel. Ik heb boven nog wel weer wat gedaan. Even wat papieren vernietigd die weg konden. Dingen wel opgeruimd. Maar ja, dat was het ook wel. Het is niet zoveel geweest als wat ik had willen doen. Maar goed, net wat ik zeg, gewoon even kijken of dat dit door gaat zetten, ja of nee. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Inmiddels is de zon weer verschenen. Daar word ik nooit zo heel blij van. Maar goed. Weet je, als je gewoon de hele dag zon hebt, is het prima. Maar dan heb je eigenlijk de hele dag een bewolkte dag. En dan komt die zon weer. Daar kan ik niet zo goed tegen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik mijn nagels lakken. Ik ga Hudson en Rex kijken. En ik denk de prins met het grijze haar. En ik ga sowieso nog eventjes wel mijn restaurant spelletje doen. Dus daar heb ik wel zin in. Ga ik mijn foto's bewerken. Ik denk nog wel eventjes verder met dat bericht van Catrice. Sweet Magnolia's kijken van Spike. En dan ga ik naar bed. Want ik ga een nieuw boek lezen. Dus dat is ook altijd wel leuk. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Oh ja, ik had straks nog een hele dikke of grote spin in de keuken. Die heb ik ook weer weggehaald. Ik heb ook steeds van die hele aparte beestjes. Het zijn een beetje van die aparte. Het lijken een soort spinnetjes, maar ze hebben een hele harde barst. Ik weet niet zo goed wat het zijn, maar die heb ik ook heel veel. Maar die spinnen schrok ik me natuurlijk alweer helemaal de tandjes van. Dus die is in ieder geval weg. Goed, ik ga even mijn nagel bijveilen, want die is slecht. En dan ga ik eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag, het is vandaag maandag 31 juli, laatste dag van de maand. En ik ben klaargemaakt. Laten we even bij gisteravond beginnen. Op zich ging het allemaal wel vlot. Ik had lekker gegeten. Ik was natuurlijk niet helemaal fit. Ik merk nog steeds wel dat het nog niet helemaal weg is. Maar ik denk ook gewoon een combinatie van het weer. Je gaat van warm naar kouder weer. Dus nou ja, ik denk dat het gewoon een beetje is. Gewoon de komende dagen proberen ook gewoon een beetje goed te eten en zo. En dan zal het wel weer wegtrekken. Ik ging lekker Hudson en Rex kijken. Dat was weer een super leuke aflevering. Heb ik weer van genoten. Toen vroegen ze of ik nog even kwam gamen. Dus dat heb ik eventjes gedaan.
Toen ben ik mijn foto's daarna gaan bewerken. Ik moet nog even een paar nieuwe maken. Daar was ik niet tevreden over. Die vond ik niet zo mooi. Ik heb mijn nagels gedaan. Dat is deze kleur. Oh. Hey, stel eens scherp. Die. En dat is dus dit lakje. Die komt uit die Pride Applied. Dat Pride Applied doosje. Staat dat weer niet goed of zo? Nou, hij gaat. Oh. Hij heeft de naam Inner Peace. Ik kan. Het is 55 Inner Peace. Ik zou even kunnen kijken of je deze ook los kunt kopen. Voor mensen die hem misschien mooi vinden. Het is altijd fijn om te weten, denk ik. We zoeken het even op. Ja, die is ook gewoon los te koop. Dus nou ja, dat is misschien fijn om te weten. Los kost hij gewoon €1,99. Nou, dat gedaan. Toen ben ik Sweet Magnolia's gaan kijken. Ik moet wel zeggen, ik vond het een mooi seizoen. Maar ik vond het wel bitterzoet hoor. Het was allemaal wel heel veel liefde. En het was allemaal net of ze in een perfecte wereld leven. Dus dat op een gegeven moment was er iets van, het is allemaal wel zo zoet. Het glazuur zou bijna van je tanden spatten, zo zoet. Maar goed, dat heb ik uitgekeken. Toen ben ik even van Spijk gaan kijken. Nou, ik ging me klaarmaken om naar bed te gaan. Dus ik ruim nog eventjes mijn bekers op, mijn glas, dat soort dingen. En ik zie muis al een beetje rondhobbelen in die keuken. Dus ik denk, ja, wat heeft zij? Ja hoor, zo een dikke spin, hè? Alweer de tweede. Want ik had natuurlijk gistermiddag had ik al die grote. Nou, tweede. Nou, dat ding was nog snel ook. Ik kon hem helemaal niet wegkrijgen. Uiteindelijk wel gelukt, maar muis is ook zo'n heldin op sokken. Die doet ook helemaal niks. Die staat er een beetje bij en doet niks. Dus nou, het was echt vreselijk. Dus weer zo'n vies, dik spinnetje. Nou, spinnetje, gewoon vieze, dikke spin. Dus nou, toen had ik het al helemaal gehad. Ga ik de slaapkamer in. Waar ik ook heel veel last van heb, dat zijn van die zwartige beestjes. Dat lijken een beetje spinnetjes, maar het zijn het denk ik niet. Want ze hebben een hele harde barst. Ze hebben een hele harde achterkant. En die zat er ook weer. Nou, die heb ik ook nog geprobeerd weg te halen. Of dat nou gelukt is, dat weet ik niet. Ik lag ook helemaal niet fijn daardoor in bed. Omdat ik dan het idee heb, zou dat beest nog ergens ronddwarrelen? Oh, dat was allemaal niet fijn. Dus wat dat betreft, dat was allemaal niet lekker. Toen ben ik wel met een nieuw boek gestart. Daar ga ik heel hard in. Want die is zo, ja, dat leest zo lekker weg. Dus dat was allemaal wel lekker. Maar ja, die spinnen, dat was toch wel weer echt even het drama van de dag, zeg maar. Ik hoop ook dat ik er nu klaar mee ben. Want ik kan geen spin meer zien, want ik gril elke keer de boel bij elkaar. Dat is niet fijn. Maar goed, ik ga zo de was aanzetten. Ik ga de boel doen, de keuken, of de keuken, de gang, de kattenbakken en de douche. Ik ga jullie gewoon weer meenemen, want ik heb nog wel wat dingen te doen. Dus nou, laten we dat gewoon maar eens eventjes gaan doen. Des te eerder ben ik klaar, dus tijd om even aan de gang te gaan. Ik ben klaar. Het zweet staat me echt dik op mijn voorhoofd. Ik maakte nog bijna een uitglijder. Ik ging de kattenbakjes verversen. Dus ze kregen nieuwe bakjes. Ook weer met schone brokjes. Dus dan doe ik altijd de overige brokjes die nog in de bakjes zitten. Die doe ik dan terug in de bak. Omdat ze elke dag verse brokjes krijgen. Dus ik loop eigenlijk met dat bakje richting de keuken. Om daar die bij de vaten zetten en de blokjes eruit te halen. En het was een beetje glad. En ik gleed dus bijna weg. Want ik had dus van die instappertjes aan. En ik gleed gewoon bijna weg. Dus eigenlijk uit automatisme gaat dat bakje een beetje omhoog. Overal brokjes in de kamer. Dus ik dacht, oh fijn. Nou ja, goed, dat heb ik wel weer uiteindelijk op kunnen zuigen. Maar ik heb ook van die vervelende. Ik heb gewoon bijna geen goede enkelsokken meer.
Mijn enkelsokjes, ik heb nu van die van de Lotto aan. Die heb ik een keer bij de Action gekocht. Ze schuiven uit, zeg maar. Ze schuiven weg. Ik heb op een gegeven moment nog maar half zo'n sokje aan. Dus ik moet echt even op zoek naar goede enkelsokjes. Maar ik weet gewoon niet waar ik zoeken moet. Want ik had al bij de Zeeman gekeken. En die, ja, daar waren alle maten er bijna gewoon al uit. Tenminste, de maat die ik had, die was er al niet meer. Dus ja, dat is een beetje lastig. Dus daar moet ik nog even naar op zoek. Maar dat was wel even een beetje griezelig. Maar goed, alles is weer lekker klaar. De douche is schoon, de gang is schoon. Dus alles is weer lekker gedaan. Net wat ik zeg, ik heb het wel bloedheet nu, maar goed, dat komt wel goed. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen. De was is ook klaar, dus die kan ik straks ook ophangen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon weer, ik weet er alles van, kijken. En dit keer is het met Junior, dus dat is wel leuk. Het is nu echt heel donker. Je neemt, volgens mij heb ik de verkeerde stand aanstaan of zo. En dan ga ik daarna de BNB Vol Liefde kijken. Misschien nog eventjes gamen. Ik moet nog even die nieuwe foto's doen dan. Dan ga ik verder met de Netflix-serie. Ik weet zo eventjes niet hoe die heet, maar er is dus net een nieuw seizoen van geüpload. Die heb ik nog niet zo lang geleden gekeken. Iets met een F, maar ik weet het zo even niet, want het is volgens mij een Turkse serie. En daarna van Spike, en dan ga ik lekker verder met mijn boek lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu eventjes een beetje afkoelen en relaxen. Want ik heb het echt wel heel erg warm. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 1 augustus. Ik ben klaargemaakt. De nieuwe maand is weer begonnen. Ik heb even de instellingen van mijn camera veranderd. Die stonden niet helemaal goed, vandaar dat ik gisteren zo donker was. Maar dat is nu weer helemaal opgelost. Ik heb een hele stijve rug, wat heel veel pijn doet. Dat zit nu vooral heel erg hier. Dan had ik natuurlijk al best wel last van mijn rug. Maar deze pijn die is ook een soort van nieuw voor mij. Want deze ken ik nog niet. Dat houdt ook in dat ik gewoon niet zo heel makkelijk mezelf kan bewegen. Het sporten was ook heel erg lastig nu, omdat het gewoon heel veel pijn doet. En ik zit het echt een beetje te verbijten, maar ja, goed, ik moet maar even kijken in hoeverre het gaat. En als het echt weer aan blijft houden, dan weet ik het ook niet zo goed. Ik hoop gewoon dat het eruit gaat, maar ik werd er weer wakker mee, dus ja, dat was niet zo heel fijn. Gisteravond heb ik weet er alles van gekeken. Dat was leuk. Dat is nu met kinderen deze week, omdat het de laatste week is. Dat is wel heel, heel gezellig. Daarna heb ik even de BNB Vol Liefde gekeken en heb ik nog even gegamed met Nathalie. Toen ben ik eventjes de laatste foto's gaan bewerken van mijn blogpost. Die heb ik geschreven. Ik ben begonnen met het artikel van Catrice. Dus het begin is er. Toen ben ik het nieuw seizoen van Tersi gaan kijken. Ik moet zeggen, ik had deze serie had ik niet zo lang geleden gezien. En het tweede seizoen is dus nu online. En er is best wel een grote tijdsprong geweest, zeg maar. Waar het eindigde, daar ging het niet verder. Je weet niet precies hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen. Dat vind ik allemaal nog een beetje vreemd. Misschien kom ik daar in de loop van de afleveringen nog achter. Ook is er ineens iemand overleden. Dan vond ik dat niet een heel leuk personage. Maar in één keer was die ook weg. Dus dat is ook wel een beetje gek. Maar op zich was het wel weer heel leuk om naar te kijken. Daarna heb ik van Spike gekeken en heb ik lekker mijn boek gelezen. En ik denk dat ik die vanavond wel uitkrijg. Want die leest zo lekker makkelijk weg. Speelt zich af in Nederland, dus dat is altijd wel lekker. Ik ga stofzuigen, de bakken scheppen. Dan ga ik een video opnemen voor zaterdag. Dan ga ik nog even diamond painten. En verder wordt het ook een beetje rustig aan. Omdat ik net wat ik zeg, ik weet niet zo goed met die rug hoe en wat. Maar goed, dat ga ik dus doen. Dus ik neem jullie straks met diamond painten nog wel eventjes mee. We'll be right back.
Zo, ik heb alles weer klaar. Ik heb weer afzaksokken aan. Vervelend. Twee video's op kunnen nemen, dus dat was wel fijn. Eventjes lekker al gelijk de spullen opgeruimd. Dat is ook weer lekker. Diamond painting lekker gedaan. Dat was ook wel weer even fijn. Ja, dat is alweer 2 weken geleden. Ik had al even niet meer gediamond painted. Dus ik vond het wel leuk om weer eventjes mee aan de gang te gaan. Dus dat was allemaal wel weer heel lekker. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Straks lekker douchen. Misschien wel even fijn de warme straal nu op mijn rug. In hoop dat het er een beetje uittrekt. Dan weer koken, eten. Vanavond weer gewoon, ik weet er alles van. En de BNB vol liefde. Misschien nog even gamen, ook even kijken ook. Dus dan ga ik de vlog afmaken. Ga ik verder met Terzi. Maar ik denk dat ik nog wel eventjes wat... ik moet ook nog foto's bewerken. Dus ik moet even zien hoe ver ik allemaal kom. De navel spijken en dan ga ik lekker verder met mijn boek lezen. Dat wordt verder ook de avond. Ik ga bij deze nu in ieder geval de weekvlog afsluiten. Want ja, ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb zo last van mijn rug. Ik moet gewoon eventjes in die relaxstand nu. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat een belletje. Dus als je die aanklikt, krijg je die melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!